Knock, knock, G, knock, knock. Fakka Solo. Solo is al een beetje heet. Ja, je weet. West Bam Records, jongen. Amlo. Ja gaat meedoen aan de beat battle. Je weet zelf. En knock, knock. Ben je klaar voor, G? Ja, man. Succes, hè? Hi. Mag ik even een applausje van jullie zelf? En hey, dat kan harder. Stapje 1, oké. Stapje 2, mag ik even een applausje voor jezelf? Kijk, dat gaat de betere kant op. Ja. Welkom bij Bringing It Back, de derde editie. We zijn hier vanavond om de meest keiharde beats van Twente te horen. En omsteken natuurlijk. We sluiten niemand uit. Hey, volgens mij is het volgens de planning al gelijk weer klaar voor de eerste beat battles. Dus ik wil graag... Zo, ben jij daar ook klaar voor? Zo, het spanningsbal goed opgebouwd, man. Stick of een CD. We gaan flippen weer. I got a coin. Is een kop of munt? Het is kop. Je mag kiezen. Hey DJ, help deze man even. Hey, doe eens even aardig. Ik ben blij dat de professionele hulp hier in de zaal heeft, toch? Dat scheelt. Ja, we zijn er bijna klaar voor. Je voelt het gewoon al, hè? Spanning stijgt. Aha. Ja, zijn we er bijna klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor? Yes? Well, Papa John, I'm here first. Laat je horen! Papa, dan zeggen jullie ja. Papa, papa. Als ik zeg papa, dan zeggen jullie ja. Papa, papa. Oh shit, laat je horen voor Papa Ja! Flexi Beats in his house. Deze man komt vanuit Apeldoorn, dus show him some extra love, mensen. Oké, dan. Hey, Mystery Man, you ready? Zijn mensen klaar voor de ninja? Let's go. En die handjes mogen de lucht in, hè? You ready for the second one? Zijn mensen klaar hier? Yeah. Laat van je horen! Yeah. Yes, yes! Let's go! We hebben gelukkig hulp, hè? Dus je weet het, je hebt het gehoord. Let's go!
go! Yes. Laat je horen! Oké okay dan. Zijn we klaar voor de tweede van deze mystery man? Yeah. Zijn we klaar voor de tweede? Yes! Hey, Paulus, je moet er gewoon bij staan, bro. Het is gewoon veel beter, je ziet het. Ja, ik kan het ook wel. Zo gaan die dingen. Hoe nou? Aha. Kijk, dit is zo'n oldschool mensen, die zijn geen cd-spelers, dan krijg je dat. Bring it back, toch? Merk je toch? Ja, kijk, ik ben met alles close, toch? Laat je horen! Oké, zijn we klaar voor de derde? Zijn wij klaar voor de derde? Ah. Oké dan. Yes, yes. Yes, yes. Mensen willen beats horen. Mensen willen beats horen. Je gaat het uit. Yes, yes. Fire! Laat je horen voor Papa John. Oké dan. Zijn we klaar voor die laatste mensen? Voor de eerste ronde? Zijn we klaar? Let's go. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Deze keer is de first van de Noordstraat. Oh,
Yes. Yes, yes, yes. Yeah, yeah, yeah. Shit, man, dat was echt vuur, dat was vuur. En kijk even naar de juryleden, hebben jullie tijd nodig? Ja, ja, die doet. Oké, 5 minuten. Vijf minuten. Kleine paar minuutjes geduld, de jury moet even overleggen, want zijn binnen een paar minuutjes terug. Dus, ga niet roken, want je studeert het niet roken. Mooi, mooi. Ik heb me net iets laten horen. Dat was kank. Dat was echt zenuwachtig, je weet toch, maar boom, man. Boom. Ja, weet ik wel. Ja. Oké. Zoals verwacht, kijken wat jullie zegt, je weet toch. En dan. Maar ik ga ja, kom deze. Papa John, you smoking or what? Shit. Hey, Papa John, you here? Onze mystery ninja? Is hij ook aanwezig? Nee, die mystery ninja niet. Ik had het kunnen weten, zo mysterieus is dat hij is. Dus, dan krijg je dat, Ja, hier. Heel energie. Echt heel vet. Samplekeuze, echt heel nice. Ga ik meteen zeggen wat ik wat minder vond, was de mix. Ik hoorde bijvoorbeeld een beat, bijvoorbeeld dan gebruik ik bijvoorbeeld een hi-hat loop of een shaker. En dan past het net niet. Ik hoor gewoon dat hij er bovenop ligt als het ware, weet je wel. Dan heb je de sample. En het mooie is, als je in een mix zit, dan kun je het, laten we zeggen, zo laten klinken alsof het erbij hoort, weet je wel. En dat miste ik een beetje, die coherente sound als het ware. Dat is voor jou, Tomba Arts. Inmiddels. Is hij er? Hey! Oh, ja, oké, shit. De mystery dance! Ja, echt mystery. Ninja, deze man. Watcha! Watcha! Ja, laat ik beginnen te zeggen, de toppende, wat ik ja, echt heel nice vind. Ik bedoel, ik blijf een beat maken. Die kicks en die snares, maar bah, lekker man. Gewoon, ik voel ze, dat is echt heel goed. Maar ik word een beetje, het zijn loops, dat vond ik minder. Maar inderdaad, met die mix, je brengt me wel een beetje terug naar mijn West Coast. Ja, mij ook wel. Die tweede beat. Ja. Ik vond het meer albummuziek. Ja, ik vond het niet echt battle muziek. Ja, dus ja. Nee, dus de beslissing is gevallen op, ik weet je naam niet helemaal, Papa. Papa Ja. Ja, de energie. Laat ik het horen voor Papa Ja. Yes, yes. Zo, hierbij nog één applaus voor alle winnaars. Bam, iets, nigga. Maar ook de andere deelnemers die mee hebben gedaan, mensen. Laat je horen! Oké, dan gaan we gelijk. Dank jullie feestelijk. En zijn mensen gelijk klaar voor de volgende show? Ja! Zijn die mensen warm? Volgens mij een beetje wel. Weet je wat ik heb, Molla? Zijn we warm, hè? Ja, kijk, zie je wel. Zelfs de cameraman is met me eens. Komt goed. Mag ik een daverend applaus voor DJ Basel en Perfect met de grote freestyle improvisatie show. Laat je horen. Yes. Ga even rustig beginnen. Klein bezinningsmomentje. Even ademhalen. Laat me lekker rustig. Mag die bieden we terug? Sorry, we hebben een kleine technical malfunction. Improvisation. Kan gebeuren. We restarten gewoon die shit. Gooi anders gewoon een andere beat, maakt allemaal niet uit. Kijk, begint goed. Freestyle show! En we moeten gelijk gaan improviseren, ja toch? Maar daarvoor zijn we hier.
Lekker, lekker. Probeer het gewoon nog een keer. Nogmaals, mijn naam is Perfect. Ik kom uit Enschede. En ik doe deze show. Ik vind het wel mooi in het thema Bringing It Back. De oude skills tegenwoordig draait heel veel om imago, om swag, om hoe je kleedt en hoe je eruit ziet. Maar wat mij betreft draait het bijna MC maar om één ding. En dat zijn de skills. En die probeer ik te brengen hier voor jullie vanavond. Bescheiden als ik ben. Yeah. Oké. Doe maar een opbouw, een rondje, ja toch. Check, rewind. Yeah, dit is Bringing It Back. Zeg het nog één keer de track, de naam is Perfect. Yeah, nu is die beat goed, ik kan er lekker in komen. Meteen kan ik hier jullie met dingen tonen. Big up naar de mannen, een Apeldoorn. Yeah, ik zeg het toch perfect, ik geef ze toorn over jullie uit en drink maar je flesje. Yeah, perfecte MC, meester in je lesjes. Geen probleem, en filmen met de camera. Perfect is de MC met de stamina voor jullie, yeah, dit is DJ Basel. De DJ op de 1 en 2, yes. Ik neem je mee op de MIC. Sowieso perfect op de 1 en 2, ik zeg het, in de naam perfect. Op z'n cap, je ziet het al, yo, MTV Raps. Dat is bringing it back naar de jaren 80. Perfect, die is krachtig, je vindt het fucking krachtig. Machtig, want ik heb die MC skills. Daarmee maak ik makkelijk het verschil. Aangenaam, je checkt de naam, sowieso Enschede, daar kom ik vandaan. Maar nu hier zo en oh, mellow. Ik zeg het ben underground is good, fellows. Hier zet de show, hier zo voor jullie. Je kent het perfect, ik zie hier daar aan de unie. Versie tijd, maar ik ben het alweer kwijt. Sowieso, de rap freestyle nijverheid. Blijf het filmen op je smartphone. En ik stel het hier ten toon op de microfoon. Zeg het gewoon, blijf relaxed. Sowieso, en je vindt het perfect, ik zie het aan je glimlach. Dat is wat je inzag, sowieso, daarom geef ik mijn tikkracht. Yeah, en ik spreng het naar voren. Ik zeg nog één keer, Almelo, laat je horen. Yes, yes. Laat je voren dan mensen, let's go. Beat battles, bring it back. We zijn er klaar voor. Sequence! Thank you.
Oké. Hi, Stanley, you ready? Hey, dankjewel, publiek, dankjewel. Sure. You ready? Oké, nou, Dylan. Hey, dit is die tweede beat en nu moet het gewoon klaar, die zo, ja? Oké, let's go. Maak even geluid, mensen. Let's go. Laat de mensen van jullie zien. Dank jullie wel. Ja? Ben je er klaar voor? Oké, let's go. Kijk maar even in. Jury kan even overleggen. Korte rookpauze. Daarna krijgen we gelijk de laatste twee, de laatste battle. Hai, korte rookpauze. We zijn zo terug met het eindoordeel. Let's go, bring it back, baby. Maar Nick wil niet zo'n hele blok zetten als een koude Johnny. Hij wil graag die dingen doen. Sommige dieren die wel eens rood. Hij heeft geen zin. Ik wil eigenlijk voor lekker. Is dat zo? De
Widow en hier. Okay, maar Widow moet goed zijn, goed gedroogd. Maar hij moet ook een mooi blijven, echt wit, wit zijn. Je weet wat ik bedoel, hè? Wanneer die man en dat je hem... Ik weet niet, dat is goed droog, is je voor even... Moet ik ook worden. Maar Widow is niet van nee, hij is meer wit. Let's go, let's go, let's go! We gaan weer beginnen met samen! Ja man, 102 is bijna misschien door, ik weet niet, ik denk dat jij... SQC en Stan liggen heel dicht bij elkaar qua sound. Jij ligt inderdaad 180 graden, cool hè. Sowieso, daar ben ik op naar alle producties. En ik ga even noemen wat ik heb opgeschreven. Ik, misschien is het ook wel leuk, want ik heb allemaal punten opgeschreven. En niemand hoort die inhoudelijke punten. Ja, ja, dat heb je gelijk. Ja, dus dan schrijf je allemaal dingen op en dan... Ja, eigenlijk voor niks, hè? Ja. Nee, Papa John, eigenlijk een hele vette... Kijk, ik ben zware fan van Wu-Tang, oldschool shit. Je brengt echt die shit, man. Echt heel vet. Ik geef het even op voor deze mama. Dat is echt een samen absoluut. SQC. En sequence, man, sequence, Robin! Mag ik jullie dan SQC? Ja, natuurlijk, alleen jij! En ik! Producties van een heel hoog niveau. En Stanley precies hetzelfde. Waar is de keuze uiteindelijk op gebaseerd? Is mixing. Bij jou hetzelfde, een beetje hetzelfde verhaal. Dat je inderdaad, de geluiden, je hoort heel goed de geluiden die je toch hoort aan de sample. Weet je wel. En knip de sample bijvoorbeeld ook een keer op een creatieve manier op. Weet je wel. Het is net iets te veel, viertellen de sample. Pak eens kleine stukjes uit die sample bijvoorbeeld en maak daar iets creatiefs van. Weet je wel. Dat je eigenlijk niet meer hoort waar het nummer vandaan komt. Dus dat is eigenlijk meteen de beslissing. Ja. Dat zijn de twee die doorgaan, SQC en Stanley. Ja, ik hoor het niet. Laat je horen voor Sequence en Stanley, mensen! Maar mag ik het ook even keihard horen voor Papa Ja, Flexi, Pizza, Kapelen. Laat hem maar met lippen zien. Yes, yes. Hey, daar hebben we gelijk de finalisten. Is het, wordt het een, wie gaat het eerst? Ja, hij wil dan voor top. What up? Je weet zelf, wie heeft Flexi Beats? Ja man. Derde plaats, ja, dus. G. Almelo, in de nacht. Je weet zelf. Het is wel jammer, je weet toch, ik heb mijn best gedaan, maar ja. Deze man was op level. Grimy, grimy. Die andere gasten kwamen met commerciële tories. Loops, loops, dope. Loops. Loops. Shanna. Shanna kreeg ze. Het was niet echt die battle tory. Deze man bracht wel die echt geslagen, echte hip-hop shit. Plakken, knippen en zo. Wat jeugd niet kent. En we hebben goede connecties gelegd hier. Sowieso man, goede mensen ontmoet. We gaan zien wat gaat gebeuren. Ja, man. Stay tuned. Peace.